Hallo en welkom bij deze aflevering van de podcast, waarin ik wat meer vertel over het configureren van je weblog bij Blogger om die te optimaliseren voor het hosten van podcasts. Een ingewikkeld verhaal misschien, maar je zult zien dat het uh, meevalt. Nou, zoals ik in de introductie al heb aangegeven, um, komt er wel wat kijken bij het configureren van je weblog bij Blogger. Je moet op een paar dingen letten. Dat ga ik nu even doornemen. Ik ga naar blogger en ik klik op nieuw blog. Ik verzin een naam. Nou, uh, topcasts. Lijkt me wel leuk. Zou die beschikbaar zijn? Topcasts.blogspot.com. Ja hoor. En ik klik op blog maken. Nou, in feite is mijn. Uh, Weblog nu klaar. Ik zou naar nieuw bericht kunnen gaan en een nieuw bericht plaatsen. Maar ik ga eerst naar instellingen en dan ga ik naar overig. En daar zie je bij de sitefeed dan een paar opties staan. En de onderste daarvan is titellinks en bijgevoegde links inschakelen. Ja of nee kan je kiezen. Als ik klik op, de, op het vraagteken, dan krijg je meer uitleg over opties voor titellink en bijgevoegde link. Hiermee voeg je opties voor de titellink en de bijgevoegde link toe aan de berichteditor. Met titellinks kun je een aangepaste URL instellen voor de titel van je bericht. En je kunt bijgevoegde links gebruiken om podcasts, mp3 en andere inhoud in je berichten afspeelbaar te maken in feeds zoals RSS en Atom. Nou, en dat is belangrijk. En daarom zet ik dus titellinks en bijgevoegde links inschakelen op Ja. En als ik nu naar een nieuw bericht ga. Oh, wacht even. Ik moet eerst opslaan. Heel goed. Instellingen opstaan. Dat is gebeurd. En als ik nu naar een nieuw bericht ga. Hè, dan kan ik een titel plaatsen en de, en de inhoud. Dat uh, zul je kennen als je bloggen gewend bent. Maar hier rechts zie je bij links dat er een optie is bijgekomen. Namelijk bijgevoegde links. En dan is het de bedoeling dat je hier. De URL invoegt van het MP3-bestand. wat je ergens gehost hebt. dan wordt, als het goed is, automatisch het MIME-type herkend. MP3 of MP4 of noem maar op. Je klikt op gereed en vanaf dat moment. zal. Um, jou, jouw podcast, jouw MP3-bestand. herkend worden in de RSS-feed. en daarmee is die RSS-feed. In feite ook geschikt voor uh, iTunes, omdat iTunes ziet van: hé, hey, het gaat hier om een podcast en die, uh, die kan ik uh, weergeven. Nou, dat is wat je doen moet om Blogger geschikt te maken voor podcasts. Ik hoop dat het zo duidelijk is en anders laat ik gewoon de screencast zien. Bedankt voor het uh, luisteren en eventueel voor het kijken.